Nou, welkom bij de tweede aflevering van Winterland TV. We zijn vandaag op de ijsbaan bij de curlingwedstrijd. En als er iemand is die overal bij betrokken is, dan is het Jan wel. Jan, je bent dus ook bij de curling betrokken. Leg nou eens even uit, wat is curling? Heel simpel gezegd, jeu de boule op het ijs. Dat is simpel gezegd. Ja. En wat houdt het precies in? Kan je eens even uitleggen hoe de regels in elkaar zitten? Even kort. Oh, heel kort. Nou, het gaat eigenlijk vooral om de laatste steen, degene die het dichtst bij ligt. Alle stenen die dan nog in de cirkel liggen tellen voor die partij mee. En dat is een end. En wij spelen 3 ends in de poolwedstrijden. En straks in de finale spelen we er iets meer. 5 en 7, geloof ik, uit mijn hoofd. En dan wordt het echt spannend, hè? Dus het gaat vooral om de laatste steen. Dag Rini, jij doet mee aan het curlingteam. Is dit de eerste keer voor jou? Nou nee, het is niet de eerste keer. Dit is voor de derde keer een succesje dat wij met curlingteam mee mogen doen, ja. En hoe ver ben je tot de andere jaren gekomen? Nou, de andere jaren hebben we wel steeds tot de laatste vier. We hebben de laatste vier geëindigd. Alleen nu, vandaag zijn we een beetje laat op gang gekomen en eigenlijk de eerste wedstrijd verloren. Dus we hopen nog beter. Wat maakt dit spel zo populair? Nou, ten eerste doet niemand het ooit, denk ik. Het is niet echt dat je zegt, ik doe het even in mijn achtertuin. En ik denk toch de competitie gewoon. Het onderlinge plezier en de uitdaging. Mensen kennen elkaar van de ondernemers, van de bedrijven, van de carnaval. Noem het maar op. Verenigingen. Ja, en de uitdaging is toch om bovenaan te komen en de ander te verslaan. Ja, en ik zei net al dat je echt overal bij betrokken bent. Ik vraag me soms wel eens af, kom je ook nog eens aan werken toe? Ja, toch wel. Ik woon van maandag tot vrijdag bij Bruscom. Ja. Van de gelegenheid even gebruik maken. Bruscom. Nee, maar je bent wel overal bij betrokken, bij heel veel verenigingen, evenementen en dergelijke. Waar komt dat vandaan? Ja, december is wel heel druk. Ik mag mee de Sinterklaasintocht en de Pieterdag organiseren. Morgen, ik weet niet, misschien wel vandaag, de boerenkerstroute van de ZLTO op de Amstellijn ten Os. Winterland dan. Ja, leuk om te organiseren. Ja, je bent vandaag begonnen. Zometeen moet je nog een wedstrijd. Gaat het beter worden? Ja, dat gaat zeker beter worden. De jongens, je ziet wel allemaal aan het gerstenat. Dus dat gaat eigenlijk helemaal goed komen. De eerste keer kwamen we hier helemaal uit Berghem gewoon hartstikke moe aan op de fiets. Voorbedachte raden natuurlijk met de fiets. Ja. En, dus even afwachten hoe dat eigenlijk gaat lopen. Ik zou zeggen, lekker even pilsje drinken en dan tegenaan, hè? Ja, zeker weten. Ja, maar ook, het ziet er allemaal mooi uit. De organisatie heeft goed de poot staan. En we hebben er natuurlijk zin in om die tweede partij ons uiterste best gaan te doen om de verliespartij van de eerste ronde weg te poetsen. Ja. Ik wens jullie veel succes. Ja, dankjewel. Wat kunnen we eigenlijk nog verwachten in deze curlingcompetitie? Heb je daar enig idee van? Heel veel strijd, dat weet ik zeker. En heel veel onderlinge plezier, vertier. Ik denk ook dat naarmate de competitie vordert en de vakantietijd eraan komt, meer entertainment in het horecapaviljoen, ook tijdens de curlingwedstrijden. Je ziet ook als de kinderen vakantie hebben dat die meekomen om hun ouders aan te moedigen. Dus ik verwacht heel veel plezier, maar ook heel veel competitie. Ik denk dat dat echt leuk wordt. Nou, we gaan het volgen. Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier en succes voor de komende weken. En tot in de finale. Ja, tot 6 januari. 6 januari. 6 januari.